loop der tijden is er veel veranderd aan de vervoermiddelen die de mens dienen. Een vervoermiddel dat niet veranderde is de weinig bekende kruite, die door vissers tijdens de eb gebruikt wordt op de grote slikvlakten rond de Dollard. Het is een houten slee van ongeveer 1,5 meter lengte die van voren iets oploopt. Het voertuig wordt aangedreven met het been, net als bij de autopet. Maar het verschil hierbij is dat men tot de knie toe wegzakt. Toch bereikt men nog een gemiddelde snelheid van plusminus 20 km per uur. Met grote behendigheid en met een zeer te pas komende uitstekende terreinkennis maken de vissers rond de Dollard dagelijks hun tochten naar de fuiken die ze daags tevoren hebben uitgezet en waarin zich tijdens de vloed vooral paling en bot verstrikken. Nu en dan moeten er kleine hindernissen worden overwonnen. De vangst wordt beïnvloed door het weer. Als er weinig wind is er meestal ook maar weinig vis. De buit wordt ingeladen en dan gaat het weer terug over de vette slikvlakte met zijn gevaren die het sportieve element van het kruitlopen echter nog verhogen.